10 wicked skills. Wicked skills is een eendaagse dat ik organiseer samen met HRD Academy, waarbij je een overzicht krijgt van 10 wicked skills dat ik heb gedefinieerd die voor de 21e eeuwse professional nodig zijn om hem te helpen navigeren in de complexiteit van de dag te dag. Zijn rol te pakken in de grotere gehele. Want als je kijkt naar de professional die opgeleid is in de vorige eeuw, dan was dat heel vaak een specialist. Die binnen zijn functie, zijn hokje, zijn werk goed, efficiënt, evidence based deed. Maar vandaag de dag willen we daarnaast ook dat de professional breder kijkt, kan samenwerken, multidisciplinair en ook in de organisatie zijn rol pakken. De wicked skills, wicked komt van het woord heks uh, eigenlijk oorspronkelijk, maar ik bedoel daar natuurlijk mee wicked, hè, dus een smart, uh, een, een skill met een twist aan. En de twist. Die komt meestal vanuit wetenschappelijke inzichten, neurowetenschappen, sociale psychologie, evolutionaire psychologie. Er zijn vele inzichten vandaag de dag die we kunnen vertalen in vaardigheden en methodes die professionals kunnen inzetten. En dan ook een andere mindset creëren om met complexiteit om te gaan. De tien wicked skills zijn onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep zijn de intrapersoonlijke vaardigheden. Vandaag de dag wordt van elke professional, elke medewerker, eigenlijk ook elke burger, verwacht dat hij met zichzelf kan aan de slag gaan, dat hij zelf inzicht heeft, dat hij zijn eigen meerstemmigheid, zijn verschillende rollen kan managen, dat hij kan feedback ontvangen op zijn patronen enzovoort. De intrapersoonlijke vaardigheden zijn eigenlijk een basis, generiek natuurlijk, voor iedereen geldig. De interpersoonlijke vaardigheden... Gesprekken voeren, dat doen de meeste professionals, daar goed in worden. Uh, ook uh, in groepen leren samenwerken. Samenwerking komt in alle lijsten voor van uh, skills. Dus uh, dat is uh, samenwerken, interpersoonlijke vaardigheden. En de derde laag is systeembekwaam zijn, systeemvaardigheden. En dat is voor veel professionals ook weer erg nieuw, omdat ze meestal in hun hokje bezig zijn en niet nadenken over de grote transities in hun sector, de vraagstukken van de organisatie of. De vraagstukken die vanuit de toekomst op ons afkomen, vragen eigenlijk van de professional, van alle medewerkers, een andere rol. En de opdrachten die ik meestal doe in organisaties, komen vanuit de vraag van: Rudy, help ons om eigenlijk onze medewerkers te upgraden, bekwamer te maken om met die complexiteit om te gaan. Dat doe ik dan via training. Ik gebruik daarvoor de skills, omdat ik graag wetenschappelijke inzichten en filosofische inzichten vertaal in concrete methodes. Die ook wel de mindset voeden. En mijn werk in organisaties is natuurlijk om dat te koppelen aan organisatieontwikkeling. De Eendaagse die ik dan doe, de rond, dient eigenlijk enkel ter inspiratie om te begrijpen waar gaat het over wat is dan dat nieuwe profiel van die 21e eeuwse Professional. En om voor jezelf om na te gaan of dat je er verder in wil doorgaan, en of dat je misschien als HR of opdrachtgever in een organisatie iets mee wil gaan doen. En, uh, ik ben Rudy Van Damme, dus ik doe hier eigenlijk beroep op mijn super nieuwsgierigheid uh, in, uh, in de, in de concreetheid van skills en methodes, maar vooral mijn bewogenheid om de hedendaagse professional een andere rol te geven en hem toe te rusten met nieuwe vaardigheden en een nieuwe mindset. Welkom op de Eendaagse Wicked Skills bij HRD Academy.